mysteries en leuke verhalen uit Oost-Vlaanderen. Vandaag bevind ik mij in de stad Dendermonde, de stad van het Rosbeiaard. En ik heb daar afgesproken met een jonge dame, gemeenteraadslid Ili Tassatan. Dag Ili. Dag. Alles goed? Zeker, met u? Alles perfect, hè? Mooi werken. Zalig. En tof dat ik hier nog eens in Dendermonde kom. De stad waar ik ook mijn school heb doorgebracht met humaniora. Dendermonde. Dus het is altijd leuk, Dendermonde. Je weet dat ik op stap ben in Oost-Vlaanderen. En ik ben op zoek naar leuke verhalen en mythes. En ik ben ervan overtuigd dat je hier over de oude stad Dendermonde zeker en vast ook een leuk verhaal hebt zeker voor ons. Zeker en vast, zeker en vast. In de 19e eeuw was er een Dendermondenaar ooit burgemeester geweest in Londen. Dat is straf, en wie was dat dan, als ik mag vragen? Zeker, Sir Polydor de Keizer, geboren in Dendermonde in 1832 als zoon van een onderwijzer. 10 jaar later zijn die ouders uitgeweken naar Londen om een hotel te kopen. Later hebben ze het beheer overgelaten aan de zoon en hij bouwde dan nog eens 400 kamers tellende hotel aan de Theems. En de opening gebeurde door koning Leopold II. Dat is straf. En die man is dan later burgemeester van Londen geworden? Klopt. Hij was actief in de politiek. En 1887 werd hij de eerste katholieke Lord Mayor van de City of Londen. En een jaar later kwam hij naar Dendermonde om bezoek brengen. En speciaal voor hem, zoals het hoort in Dendermonde, hebben ze het paard buiten gehaald. Het Rosbeiaard. Voilà, het Rosbeiaard om Henk. En 2020 verwachten we. Dan komen we terug buiten. Voilà. En dat hotel, wat is daar dan nadien mee gebeurd eigenlijk, dat hotel in Londen? Dat hotel hebben ze later verkocht aan de gebroeders Lever. En momenteel is dat hoofdkwartier van de holding Unilever. Dus eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, Dendermondenaars, dat zijn doeners. Zeker en vast. Gewoon doen. Gewoon doen.